Op 14 januari 2017 organiseerde GroenLinks Zuidoost-Drenthe een politiek café met als titel Klem in de draaideur. Dit vond plaats in zorgcentrum De Holwert en er kwamen zo'n 60 tot 70 mensen op af. De middag werd op vaardige en humorvolle wijze gepresenteerd door Marion Maters. Zij gaf eerst het woord aan Joke Bakker, de voorzitter van GroenLinks Zuidoost-Drenthe, die het doel van het politiek café uitlegde. Aandacht vragen voor het leven van mensen met een beperking. Dat is vaak moeilijk en ingewikkeld. Niet alleen is het vaak letterlijk onmogelijk om ergens binnen te komen, maar de papierwinkel waar mensen zich doorheen moeten worstelen is ook vaak onvoorstelbaar. Joke kondigde vervolgens Linda Voortman aan als speciale gast. Zij is Tweede Kamerlid voor GroenLinks en heeft zorg in haar portefeuille. Ze gaf aan dat de rechten van mensen met een beperking om volwaardig mee te doen gerespecteerd moeten worden. Het Europees verdrag dat deze rechten waarborgt moet ook in Nederland ruimhartig worden uitgevoerd. GroenLinks streeft naar een inclusieve samenleving waar mensen met een beperking worden gesteund met goede banenkansen, huisvesting op maat en toegankelijkheid die in orde is. Marion stelde daarna het panel voor. Het publiek kon vragen stellen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Er werd bijvoorbeeld een opmerking gemaakt dat het Sociaal Cultureel Planbureau heeft vastgesteld dat mensen met een beperking vaak niet als volwaardig worden gezien. Er moet nog veel werk verzet worden om dit soort vooroordelen op te ruimen. Ook werd aangegeven dat behoeften van visueel gehandicapten vaak erg verschillen van die van mensen met een andere fysieke beperking. Shared space is een ramp voor mensen met een visuele beperking. Zij missen oriëntatiepunten als een stoeprandje of een trapje, terwijl mensen met een rolstoel zich er juist heel goed kunnen bewegen. In het panel zaten naast ervaringsdeskundigen ook zorgopleiders die duidelijk maakten dat in de opleidingen een royale plaats moet worden ingeruimd voor specifieke behoeften van mensen met een beperking. De huisarts in het panel gaf aan dat bij verwijzing van mensen met een beperking vaak heel veel bureaucratische drempels moeten worden geslecht. Tot slot van het politiek café werden Linda Voortman en de panelleden bedankt met cadeautjes uit de eerlijke Drentewinkel en de fractie van GroenLinks met een mooie bos bloemen. GroenLinks kan terugkijken op een geslaagd politiek café in een prachtige locatie. Dankjewel.